Ben een mens van vlees en bloed. Sia Luce. Goedemorgen. John. John. Ja. Goedemorgen. Goedendag. Dag. Hoi. John. Thomas. Hallo. John staat met mij. John gaat met ons mee. Ja? Ja. Hallo. Okay. Mag ik ook weten waarom? Het is aangehouden. Okay. Niet voldoende antwoord bevel. De deurwaarder komt hier binnen om het slag te leggen. Ik wil het uitleggen. Ja, ondertussen zijn we volgens mij. Kom maar, mevrouw. Mag ik haar status even uitleggen? Zij is namelijk geen natuurlijk persoon. Ja. Valt het niet onder de juridictie van de Nederlandse wet? Dat hebben we net van mevrouw ook al voor. Ja. Maar goed, even goed, ze woont in Nederland, daar geldt de Nederlandse wetgeving. Dat is niet helemaal waar. Maar die discussie gaan we nu niet voeren. Oké, okay. Mag ik bij deze. Dat is prima. Mag ik bij deze vastleggen op de camera, als u er aanhoudt, dat u commercieel aansprakelijk stellen. Ieder uur kost u 500 euro. Ja. Is de informatie bij het is dat geen leeftijdsgebruik meer? Nee, dat is, we hebben eigenlijk geworden eigen. Mijn naam is John van de familie Breukels. Vrij soeverein mens, vertegenwoordiger van alle soevereine mensen in heel Europa. Oh ja? Ja. Dus kun je niks meer? Dus aangehouden. Aangaan en we gaan het bureau verder uitzoeken hoe het is. Als hij dat. Ik breng hem ook zo meteen weer thuis dan? Als dat want ik moet nu ook een afspraak. Ik moet niet brengen, dat kan niet doorlaten. Ja, maar goed, maar dat maakt niet uit. Is het onder het wangenpaspoort of niet? Ja. Ja? Oké. Okay. Hij heeft niet eens mijn identiteit vastgesteld. Ja, dat is ook wel een discussie. Dat is, ja, ik ben ook niet meer in discussie. Je bent aangehouden. Oké. Okay. Bij deze kan ik ook melden dat u de UVRM artikelen 4, 6, 15 en 20 overtreedt. Ik ben liefde. Hilde, heb jij toestemming gegeven dat de deurwaarder naar binnen mag? We hebben haar toestemming niet voor nodig. Dus we gaan nu naar binnen. Dus dankjewel. Dus u neemt zelf de beslissing om naar binnen te gaan? Ik ben liefde. Ik ben licht. Ik ben wat we zijn. Wij leven hier in Nederland om het mee te horen. Ja. De burgemeester heeft het recht om het slag te leggen op de spullen zodra. Ja. Dat is een afspraak alleen als het een natuurlijke persoon is natuurlijk. Maar het is geen natuurlijke persoon. En dan val je dus niet onder de juridictie. Is het een organisatie of zo? Nee, het is gewoon een wereldwijd begrip. Is dat de vrije mensen van vlees en bloed hun natuurlijke persoon hebben teruggegeven aan de staat der Nederlanden. Vanaf het moment dat u geboren werd en uw vader deed aangifte, werd er een product van je gemaakt. Zonder uw medeweten. Ja. En heel veel mensen die wakker zijn, hebben gezegd van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ik claim mijn geboorte achter terug. Ja. Eigenlijk allemaal een aanleiding van IJsland. Van IJsland? Ja. Oh. Hele IJsland. Ja. Ja. En in Duitsland, in Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg en wereldwijd is de soevereine mens en de OPPV. Ja. U weet het waarschijnlijk ook niet, we nemen het de ambtenaren nog aan, maar er wordt binnen de wijze werkvoer heel veel bewezen. Maar de Nederlandse staat is al niet verklaard op 25 december 2012. Dus, Dat is een grote optuiging, zo? Nee, want nee, het is je bent geboren als mens. En op het moment dat je geboren wordt als mens, dan wordt je mens zijn wordt afgenomen op het moment dat je een burgerslavennummer krijgt. Ja, dat is ook weer een CBS. Ja. Er wordt een natuurlijke persoon van je gemaakt. Het is een heel oud Romeins stukje, al lang veel vooral. En als je dus nagaat dat het Koninkrijk der Nederlanden, en dat loopt al bij de internationale gerechtshoven, is in principe al geen koninkrijk meer sinds Wilhelmina in 1948 de grondgebied van Nederland heeft verlaten. En het eerste kabinet zo ondemocratisch heeft neergezet. Maar dat is een zaak van jaren en jaren. Dus Nederland is al van nature soeverein grondgebied. En in principe zijn er helemaal geen natuurlijke personen in Nederland. Die worden alleen nog maar fictief in stand gehouden op dit moment. Ja. Maar daar zitten advocaten en juristen op die
veel geleerder zijn dan ik. De rechtspraak heb je nu ook gewoon mee. Hè? Dus, en we zijn nu zelfs zover dat we zelfs ambtenaren, deurwaarden hebben geloofd, op persoonlijke titel ook aansprakelijk kunnen stellen. En niet meer onder een dienstnummer of wat dan ook. Omdat wij zeggen, joh, zoals wij de wet dienen te kennen, zo dient iedere ambtenaar ook de wet te kennen. En die dient ook te weten dat er boven artikel 94 van de grondwet allemaal internationale verdragen staan. En als je die niet uit je hoofd gaat leren, ja, dan heb je een probleem. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ik voel mijn werk uit. Maar dat gaat niet werken. Dus je kunt je niet verstoppen achter je werk van, ik heb alleen maar trouw gesporen aan de grondwet. Weet omdat het een artikel 94 is, waar internationale verdragen boven staan. Ja, ik bedoel, het zegt, is dus de wetgeving zoals we hebben afgesproken met z'n allen. Dat is in feite een democratisch gekozen wetgeving. Ja, nee, dat is dus niet waar. Dat is juist een heel punt. Die gold vanaf 48 al niet meer. Dus er zit daar Alles wat er sinds 1949 is, is allemaal niet te verklaren. Ja. Dus, nou, niet volgens mij, dat is volgens het internationaal hof is dat al niet te verklaren. Ja. Het enige wat je uitdraagt is vreedzaamheid en harmonie. Okay. En dat van daaruit zeg ik gewoon van. Niemand in je huis laten. Dat is en niemand in je huis laten. Ja, waarom wel? Op het moment namelijk je zit met de universele verklaring van de rechten van de mens. En jouw huis is jouw huis. Dat is jouw eigen soevereine stukje. Maar ik weet ook niet om wat voor zaken het gaat hoor. Of het een huurachterstand of wat dan ook betreft. Of een gemeentebelasting. Ja. Dus, je spreekt met elkaar af dat als je hier gaat wonen, dat je een bepaalde geld afdraagt om in zo'n gezamenlijkheid te kunnen bereiken. Dat is dus het punt, dat spreek je niet samen af. Want daar heeft mevrouw Martin je nooit een contract voor ondertekend. Dat is waar je inschrijft bij een gemeente. Je schrijft in om als mens te wonen. Alleen het vervelende is dat de staat er een natuurlijke persoon van maakt. En dat is dus het stukje waar. Nou zit mevrouw Martin net in de procedure dat ze nog niet de rechtsgeldigheidsverklaring heeft, want dat was een stuk makkelijker geweest. Dus dat is eigenlijk niet soeverein. Dat is, ze is soeverein. Alleen ze zit nu nog de rechtsgeldigheidsverklaring te wachten. En daar gaat er nog een wettelijke termijn van 42 dagen overheen. Nou, daar zit ze nu net, jammer genoeg zit ze daar even. Wat heb je in de fase zegt? Wat ik u net liet zien is ID en rijbewijs in 1. Oh ja? Ja. Ja, natuurlijk wel iets zien. Wat heb je nog gedaan? Nademaken. Dat volgens mij, want mijn geboorteakte staat erop, die kunnen we namaken. Hè? De geboorteakte staat erop, die kun je niet namaken. Nou, er zijn net een scanner op. Ik heb een knappe printer in. Als je zo kijkt, is er nog wel echt een scanner. Ja, namelijk het is ook een kopie ervan. Oh, dat is niet origineel. Je rijdt hier dus gewoon zonder rijbewijs. Sorry? Dus je rijdt nu gewoon zonder rijbewijs. Zometeen. Zometeen rijd ik dus wel. Nou, ik rijd met mijn eigen rijbewijs. Oké. Maak er even een foto van. Ja. Mag ik van mevrouw nog even legitimatiebewijs zien? Dat is nog belangrijk. Ja. Oké, wat is uw naam? Mijn naam is Blok. En Blok? Marina Blok. Marina Blok, en u bent belastingdeurwaarder voor de gemeente Horen. Van de gemeente Horen, oké. Ja, prima, weet ik dat we even voldoende. Ja. Ik heb alle spullen op een in een envelop op tafel neergelegd. Prima, dan vind je het vanzelf straks weer. Ja? Oké. Kun jij ook voor je zusje of je broertje zorgen of niet? Dat kan wel. Wat ben jij? Ik ben 15. Heb je hier ook vrienden of familie of kennis in de buurt? Ja? Eigenlijk niet. Maar je zorgt wel vooral vaak voor je broertjes. Ja. Ja, anders. Ik moet ook wel mee naar buurt, maar dan moet ik niet. Ik ben gefocust op het goede. Ik heb het nodig om te groeien. Besef. Wat zeg ik? Je moet ook nog mijn boetes betalen. Bekeuringen. Ik heb geen bekeuringen over staan. Volgens ons van informatie wel. Dus, nee. Maar het is in ieder geval zover dat u wel eens met ons mee moet naar dit is gedaan. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik u bij deze ook daarvoor commercieel aansprakelijk houden. U mag maar over. Ik ben niet meneer Breukels, dat heb ik u uitgelegd. Ik ben niet meneer Breukels. Ik ben niet meneer Breukels. Dit ben ik. Dit is John. Nou, dat staat hier helemaal bij. Er staat ook een copyright tekentje op. Ik ben John van de familie Breukels, leven als vrij soeverein mens op het vasteland. Ja. Nou, dus,
Nou, die discussie zou ik even voor onderwijs. Nee, dit is mijn eigendom. Ja, dat vast. Maar ja? Dat volgens mij in ieder geval. Ja. Dus die idee zou ik bij me dan. Ah, oké. Ja. Ja. Dus je mag even wachten, we houden even een auto erbij. Ja. Dan mag ik met z'n mee. Een bedrag van rond de 666 euro die je moet betalen. Dat is mij niet zeker. Nee, ik kan het kan maar er ook helemaal niet in. Nee. Nee, dat kan. Dat toch niet. Nee. Dus, en dat is op naam van? Verkeersovertreding. Een verkeersovertreding. Mulder. Ja, Mulder gedaan. Ik kan me niet voorstellen, want daarvoor ben ik juist het bureau geweest. Er staat namelijk geen kenteken op mijn naam. Op uw naam staan, tenminste de naam die we hier zouden lezen, ja. Daar staan een aantal bekeuringen ja. Op. Dus daarvoor moet u... Ja, maar goed, ik heb de CBI heb ik bij me. Ik heb wel de rechtsgeldige papieren sowieso in de auto liggen, dus die zal ik straks ook even meenemen. Goed, om daar ook inderdaad rechtsgeldig aan te tonen dat ik... Je bent met je dochters hier? Ik ben met mijn dochter en mijn zoontje. Dat zijn mijn kinderen, ja. Okay. Ja. Dus die zullen even mee moeten dan. Ja, dat lijkt me wel eens. Ja. Deze meneer, die moet nog een hoop bij de bekeuringen opstaan. Kan bij deze verklaren dat ik geen bekeuring overgestaan. Dat ik nog even wat uit de auto moet pakken om dat ook rechtsgeldig en wettelijk te kunnen willen. Wat is dat voor u? De camera. Ja. Nou, het is duidelijk dat er niet in de auto wordt gefilmd in ieder geval. Dat ben je gezien natuurlijk goed uit. Dan gaat hij in ieder geval uit. Ja. Dus, ook dat is tegen de universele verklaring van de rechten van de mens. Dat is ongetwijfeld. Maar u bent in dit geval bent u bij ons. Ja. U moet met ons mee. Ja, maar u bent in dat geval, luister. Ja. Ik luister naar u. Als je boetes openstaan, dan moet u met ons mee. Ja, oké. Okay. Worden onze huisregels gehanteerd. Ja. Dat alles die u wijs heeft, mag niet mee in de auto. Dat zat ook goed. Dat is, oké. Okay. Maar goed, dan mag ik in ieder geval wel zeggen dat u in dit geval artikel 94 van de grondwet overtreedt. Oké, okay, maar dan mag u die hier wel laten liggen, want dus, de cel mag hier al die spullen toch niet bij. Dus, nou, ik woon hier niet. Ik heb verteld door die mevrouw om hier komen. Dus ik leg het in de auto. Ja. Is het ding uit? Ja. Ja? Ik leg hem in de auto, omdat ik mijn andere papieren gelijk even pakken. Ik heb nog spullen bij je, maar ik heb mijn bril, heb ik mijn bril en mijn sigaret heb ik mee. Ja. Oh. Ik ben liefde.